Ik ben IMT. Vandaag ben ik met een nieuwe aflevering van House Flipper. In een game waarin we alle huizen kunnen slopen die we maar willen. En lijkt het nog vast een leuke aflevering. Doe alvast een like, vergeet niet te abonneren. En laten we snel beginnen met die struiken moeten eruit. Beste, ik heb een probleem. Ik heb geprobeerd om het onkruid weg te krijgen. Ik heb gelukkig plaatselijk een onkruidverdel getest. En die is bijzonder doeltreffend gebleken. Hij heeft het onkruid verdelgd. Maar de struiken ook. Gelukkig heb ik dat op één plaats gedaan. Maar spijtig genoeg bij het poortje. De planten zijn volledig uitgedroogd en zien er erbarmelijk uit. Jezus, woordkeuzes. Haal ze alsjeblieft weg en leg op die plaats elegant gras op rol. En als u dan ook nog even het gras kunt maaien, zal fantastisch zijn. Wow. Dit was het. Je gaat dan met een bosmaaier lopen maaien. Jeez. Dat doe je toch niet? Een bosmaaier is voor de kanten. Heel toevallig weet ik dat. Wat ik zelf ook wel eens gebruik. Gras maaien. Ik heb hierbij. Het is House Flipper Simulator. Ik ben een Garden Simulator aan het spelen. Oké, ik weet niet of ik er langs kan ergens. Laten we eerst die hekje even uithalen. Zo. Verwijder. Oké, dat is gras. Moet ik dus hebben. Gras op rol. Wow, lelijk. Ziet echt heel lelijk uit. Maar oké, nog meer gras op. Oké, dat ging niet helemaal goed. Die gaan we gebruiken. Oké, dat was teleurstellend. Oh, ik moet natuurlijk een andere knop inhouden. Jammer weer dit. Dit soort fouten leer je gewoon nooit. Gaan we eens even gras maaien. Oh, rechtermuisknop is dat. Ik ben gewoon echt een tuinman aan het worden. Eén nieuw item in je inventaris. Wat zou dat toch zijn? Ik denk een trading card. Zo'n idee heb ik. Sorry mensen die een beetje duizelig hiervan worden. Ik kan hier helemaal niks aan veranderen. Deze game wil het. Zullen we in het water kunnen? Huh? Oké. Okay. Ik kan gewoon lopen over water. Oh, opdracht is voltooid. Want dit heeft mij gewoon geld gekost eigenlijk. E-mail. Muren afbreken. Onlangs zijn grote kamers populair geworden, want het wordt bewezen door het feit dat mijn buurman en de buurman van mijn buurman verschillende muren in huis hebben weggesloopt. Ik zou graag meerdere muren laten slopen in mijn huis.
De muur tussen de woonkamer en de keuken en de gang lijkt niet nodig. Bovendien. Oké. Okay. Gewoon slopen en schilderen. Deze muur eruit is, dan gaat het ook zo hard. De slopen gaat dus wel heel langzaam. Muur is reeds geverfd. Sneller bouwen. Vers gras gemaaid, wat heerlijk. Zullen we nog meer doen? Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Er moet nog wat gedaan worden, denk ik. Slaapkamertaken is dus niks. Hier hoeft er niks gedaan te worden. Huh? Oké, dat was ik zelf dus niet. Verf met de kleuren droom of blauw. Oké, verf. Oh. Ik moet de verf rollen weer naar... Wat? Niet genoeg ruimte. Tim, ik moet de verf rollen... Verf. Wat? Paint? Hoe werkt dit? Vaderdag anders. Huis. Huh? Hoe werkt dit? Hoe kan ik nog verven? Ik weet niet hoe ik moet verven. Dus ik ga dit even uitzoeken. En dan zien jullie dit ding volgende episode even terug. Tot dan. Cheers.